De supporters van AA Gent Ladies maken zich op voor de topper tegen SK Lierse. Zij hopen op een sterk seizoen van hun ploeg. Gelijk de grote ploeg zeker. Nou ja, blijven gaan, blijven vechten en winnen. En welke plaats moet dat opleveren dan? De eerste plaats. Dat ze in de play-off 1 zitten. We gaan volop voor play-off 1, dus we willen zeker bij de eerste 4 eindigen. Dus dat is ook de doelstelling van Hans de Club eigenlijk, voor zo snel mogelijk play-off 1 eigenlijk veilig te staan. Dit seizoen geen verre verplaatsingen meer naar Nederland. De Benelux is niet meer. Ik vind dat enorm jammer, want het niveau tegen de Hollandse ploegen ging enorm omhoog. Je moest daar sowieso 100% zijn of je ging met 8-0 de boot in. We hebben dat het eerste seizoen een paar keer ondervonden. Eline van Wijnendalen is een van de twee Gentse Red Flames. Ook doelvrouw Niki Evraar zit in de kern van de nationale vrouwenploeg. We hebben gespeeld tegen Bosnië, 6-0 gewonnen. Ik heb mogen starten, dus dat is een ervaring rijker. En ik ben daar enorm blij mee. Ook voor mijn eigen, ja, ik probeer zoveel mogelijk stappen vooruit te zetten. En als je die kans krijgt, dan moet je die grijpen. Hè. De wedstrijd dan. De eerste kans is voor de AA Gent Ladies. Amber Maximus raakt niet voorbij Justine Odeurs, doelvrouw bij de Red Flames. Halfweg de eerste helft stuurt Jody van Geluwe de bal diep. De Lierse verdediging gaat in de fout of is er een duwtje. Chloé van de Velde schuift de bal onder Odeurs in doel, 1-0. Lierse pompt zich na rust de nodige moed in en gaat voluit op zoek naar de gelijkmaker. AA Gent houdt lang stand, maar een kwartier voor tijd vindt Jana Corijn randje buitenspel dan toch het gaatje. 1-1 is de eindstand en dat is al bij al een billijk resultaat. De tweede helft komen we wat meer onder druk te staan met een hoopje van die 1-0 vast te houden. Jammer, allee, het is zuur 1-1.